mevrouw Van der Plas van BBB en dan mevrouw Ploemen van de PvdA. Dank u wel, voorzitter. Ik hoorde de heer Rutte zeggen, ik heb gehoord wat mevrouw Kaag heeft gezegd. Ik vind daar van alles van, alleen ik ga dat hier niet ventileren. Uit dat antwoord proef ik eerlijk gezegd zelf wel een beetje dat u het niet heel erg leuk vond. Kan ik me voorstellen. Maar de vraag die ik wel wil stellen is, vertrouwt u elkaar nog genoeg om samen de toekomst in te wandelen? Want dat vind ik wel een hele essentiële vraag. En die vraag die zal ik straks ook aan mevrouw Kaag stellen. Heer Rutte. Mijn plan was niet om mevrouw Kaag ten huwelijk te vragen. Bovendien, ze is getrouwd. Dat zou ook allerlei andere problemen opleveren. Het plan is om te kijken of we tot een politieke samenwerking kunnen komen. En ik denk dat we allemaal in staat moeten zijn om daar het uiterste voor te doen. Omdat het in het belang van Nederland is. Om uiteindelijk te komen tot kabinetten die in staat zijn, ook hier in de Kamer, op een vruchtbare samenwerking te kunnen rekenen en uiteraard daarbij ook te zoeken naar bredere steun dan alleen zo'n kabinet, of het nou een meerderheid of een minderheidskabinet is. Mevrouw Van der Plas. Ja, dat is niet echt antwoord op mijn vraag, want mijn vraag is aan de heer Rutte. Vertrouwt u elkaar genoeg om de toekomst in te gaan? En dat is dan geen huwelijk tussen man en vrouw, maar dat is wel een politieke huwelijk en dat is denk ik wel belangrijk, ook voor de toekomst van Nederland, om dat te weten. Dus het antwoord kan zeggen ja. We vertrouwen elkaar, of althans, ik vertrouw mevrouw Kaag genoeg om dat te doen. Of het antwoord is, nou, nee, dat weet ik nog niet. Of het antwoord is nee. Nee, het antwoord is ja, maar dat geldt eerlijk gezegd voor ook voor Jesse Klaver, voor Lilian Ploemen, voor Gert-Jan Segers, voor Bob Hoekstra en alle en ook u zelf, mevrouw Van der Plas. Ik vertrouw u allemaal. Er zijn twee partijen. Ik vertrouw u ook dat we het niet altijd meteen eens zullen zijn. Ja, u en ik misschien best nog wel een hoop punten. Maar dat VVD en andere partijen niet altijd eens zullen worden. Maar daar heb je onderhandelingen voor. Er zijn twee partijen die ik op zichzelf de voormannen ook van vertrouw, maar waar ik niet mee samen wil werken in een kabinet. Mevrouw Van der Plas. Concluderend, u vertrouwt mevrouw Kaag genoeg om verder te gaan met de kabinetsonderhandeling en samen een kabinet te vormen. Ja, we moeten even uit de inhoud kijken of dat lukt. Wij hebben met elkaar in dit land bruggen te slaan. Zeker. Dan geef ik het woord aan mevrouw. Mevrouw Van der Plas van BBB. Ja, dank u wel, voorzitter. Ik hoorde mevrouw Kaag helemaal in het begin zeggen, ik vertrouw niemand, behalve mijn man, mijn kinderen, mijn familie en een paar van mijn vrienden. Dat siert mevrouw Kaag. Ze is echt een familievrouw. Maar een coalitie is ook een familie. De coalitie die we willen hebben, hoe die er ook uitziet, is ook een familie. En in het land hebben we ook heel veel familie. 17 miljoen mensen die erop vertrouwen dat deze familie hier en het kabinet en de 150 volksvertegenwoordigers goed zorgen voor het grote gezin wat in het land leeft. Dus ik maak me wel een beetje zorgen over dat zowel mevrouw Kaag als de heer Rutte hier niet heel erg duidelijk willen uitspreken dat ze echt genoeg vertrouwen in elkaar hebben om ook voor de komende 3,5 jaar voor het gezin te zorgen. En ik wil mevrouw Kaag toch ook expliciet vragen om zich daar wel, ook al is het zakelijk vertrouwen, want ik snap dat u misschien niet de heer Rutte vertrouwt om een boodschap voor u te doen of voor je familie, maar wel voor de rest hier. En dat wil ik wel graag horen eigenlijk. Dank u wel. Mevrouw Kaag. Nou, ik denk dat het vanzelf zou volgen. Die partijen die toetreden tot een kabinet, of het meerderheid of minderheid is, moeten met elkaar dusdanig duidelijke afspraken hebben gemaakt. Daar moet je elkaar in kunnen vertrouwen dat je samen daar uitvoering aan gaat geven. Dat ziet u ook weer terug in het stuk van VVD D66, ook bestuurscultuur. Dat is een heel belangrijk element. Ik begrijp ook wat mevrouw Van der Plas zegt over het grotere belang van vertrouwen, zeker in een gepolariseerd Nederland. Ik zie ook dat de politiek, wij allen daar een voortouw in moeten nemen. Ik waardeer ook de prettige toon waarop deze vraag wordt gesteld. En dat is ontzettend belangrijk. Maar het is een zaak van diegenen die de verantwoordelijkheid op zich nemen om een kabinet te vormen en daarin toe te treden om dat goed uit te werken. Mevrouw Van der Plas. Ja,
Ja, ik snap het, maar ik wil eigenlijk gewoon graag horen dat u elkaar hier gewoon in de ogen kijkt en zegt, oké, wij vertrouwen op elkaar, in ieder geval genoeg om door te gaan met het formeren. Want ik had daar eerlijk gezegd gisteravond bij de speech die een paar keer genoemd is, had ik daar wel grote twijfels over. Dan denk ik, ja, wat doet mevrouw Kaag nu? Dit wordt een soort van bom onder de formatie. En wat is hier nou precies de bedoeling van? Dus ja, als we verder willen met de formatie en niet toe willen naar nieuwe verkiezingen, dan zou ik toch hier, er wordt heel veel gezegd, maar net dat ene, dat wordt niet gezegd. Mevrouw Kaag. Omdat ik het ook niet nodig vind. Ik heb gisteren een speech gehouden, 44 minuten inhoud, richting, er is niets nieuws onder de zon voor wat ik de laatste anderhalf jaar al zeg, publiekelijk en binnenskamers. Dat het opeens als een nieuwsfeit wordt ervaren, vind ik soms verbazingwekkend, maar dat zij zo. De inhoud staat en ik sta achter mijn woorden en wij blijven werken als D66. Ik heb gisteren ook weer gezegd, wij stellen ons altijd constructief op. Maar het is ook het recht om op gezette tijden namens je eigen partij en je eigen ideeën te spreken. Dat is belangrijk. Dat is ook een kwestie van zeggen waar je voor staat en dat doen op een transparante manier. Dat doe ik niet via bronnen of andere kanalen. Ik zeg dat zelf. Mevrouw van der Plas, tot slot. Dan tot slot een laatste vraag. Welke termijn vindt mevrouw Kaag acceptabel om te zeggen van dit is de tijd die we gaan nemen voor het vormen van een coalitie? Is dat 4 weken, 2 weken? Hangt daar een datum aan? Welke termijn vindt u nog acceptabel om deze poging, deze laatste poging dan nog te wagen? Mevrouw Kaag. Nou, dat vind ik een hele moeilijke. Ik denk dat eerst de heer Remkens, die een man van actie is, naar ik ook meen, ook in de geest van mevrouw Hamer, die toch een heel groot aantal weken zeer veel geduld heeft moeten uitoefenen en sturing heeft gegeven aan de inhoud. Ik ga daar geen termijn op plakken. Ik wacht de start van de heer Remkens af, mocht dit met goedkeuring van de Kamer zijn. En wij zullen ons altijd inzetten. Ik besef ook het belang van helderheid. Allereerst het woord aan mevrouw Van der Plas van BBB. Dank u wel. Ik wou nog even zeggen, de motie van de heer Van Houweling over het zakenkabinet, die teken ik mee. Dat was ja, heel goed. Een motie. De Kamer. Gehoord de beraadslaging, constaterende dat de formatie al 174 dagen onderweg is, maar geen enkele vooruitgang geboekt is, overwegende dat meerdere partijen nieuwe verkiezingen als onvermijdelijk zien, overwegende dat er mogelijk onderzocht gaat worden of een minderheidskabinet een optie is, besluit dat indien er op uiterlijk 1 november 2021 geen nieuw kabinet is gevormd, de Tweede Kamer direct over zal gaan tot het uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Voorts gaan we verder met het verspreiden van gezond verstand in de Tweede Kamer en gaat over tot de orde van de dag, mede ondertekend door de heer Van Hagen. Dank u wel, mevrouw Van der Plas. Motie 51, de motie van der Plas Van Hagen over uitschrijven van nieuwe verkiezingen. Als er uiterlijk 1 november 2021 geen nieuw kabinet is gevormd, wie is voor deze motie? Ja, 21, BBB, Vorm voor Democratie en... Groep Van Hagen. En bij 1 verworpen.